Afgelopen al voor Clash dan. Vroege wissel nodig. Dat is dan een van de jonkies die erin gaat komen. Jurie Tielemans voor Clash dan. Van 1997. Oh, die is net 2 maandjes 16. Jurie Tielemans, 7 mei 1997. Clash dan eraf en dan een puber. Net 16 erin. Kort getrapt, Tielemans. Goeie beweging. Met links, hard voor. Nou. Dit is lekker. En is dat dan een bewustzijn? Daar lijkt het niet op. Maar voor hetzelfde geld vlieg je er gewoon in. En ben je de held op het kinderfeestje waar je later op de avond nog naartoe gaat. Enorm talent, dat wel, die Tielemans. Net al aan hem getrokken door de Europese top. Die graag jonge spelers zal halen, dat weten we in Nederland ook. Maar Tielemans bleef. En is hier aan de bal in het shirt van Anderlecht. Tielemans. En Copa, doelpunt, nee, de paal. Wat een scrimmage. Het was Tielemans die trapte uiteindelijk. Houdt Copa die bal buiten het doel. Hij heeft geen idee hoor. Komt Lokeren goed weg. Goeie tap van Tielemans. Nieuwe voorzet. Tielemans. Ja, dat is er eentje hoor. 16 jaar. Dit is Tielemans. Ja, natuurlijk. In de eigen 16 aan de wandel. Moet je kijken. Uitstekend gedaan. Tielemans. Als debutant. Net als die Tielemans. Praat, Tielemans. Rustig aan de bal. Tielemans. Goeie bal, zegt Suarez. Nou, uitzoeken. Tweede paal. Bruno, daar is hij. 1-1. En ga die puber maar bedanken. Dat wordt allemaal opgezet door Jurie Tielemans. Deze jongen hier, zo rustig. Zo precies. Maar het nieuws van de dag zijn toch die jonge spelers. Die zich laten zien op een zomeravond in Brussel. Geweldige bal. Alsof ze nog niet genoeg talent hebben rondlopen, die Belgen. Hoekschop van die 16-jarige. Anderlecht ruikt bloed. Odoi begreep het net te laat. Tielemans. Maar de ene lichting van Belgische talent is nog niet eens aan het oogsten. Of de volgende staat alweer op. Goeiedag, zegt Tielemans. Op de stip, maar wat een paas van een 16-jarig jochie. Die eventjes die bal daar op de stropdas legt. Ongelooflijk mooi. Maar goedemiddag, dames en heren. Jurie Tielemans. Je moet het ook maar durven, hè. Op de openingsdag. Tielemans. Nog zo'n wonderpaas. Niet slecht. Bruno. Overzicht. Terug naar Jurie Tielemans. Aan de andere kant zijn er ook lichtpuntjes. Jurie Tielemans bijvoorbeeld. Er zal ongetwijfeld ge-sms'd zijn over deze jongen. Door mensen van, nou noem maar op. Manchester City, United, Bayern München, Barcelona. Heb je dat gezien? Wat daar in België rondloopt nu. 16 jaar, net pas. Ongelooflijk talent. Om met een dikke zwarte viltstift in uw boekje te schrijven. Jurie Tielemans, 16 jaar, Anderlecht.